Marianne, hoor ik jou nou sorry zeggen tegen je coach? Ja, sorry. Sorry dat we niet gewonnen hebben. Ja, want baal je daar zo van? Of voel je jezelf schuldig? Nou, ik had hem graag een mooi cadeautje gegeven voor zijn 50ste verjaardag. Maar, nou ja, goed. Ja, dat is dat denk ik... Misschien, achteraf. Dan wil je altijd verklaren. En misschien op een andere manier had je dan wel voor goud kunnen gaan. Maar ik geloof niet dat er meer in zat. Waar ging het uiteindelijk mis? Was het gewoon net 1,5 meter te ver? Nou, het was 200 meter te ver. Maar als ik niet was gegaan, dan hadden die andere twee voor de overwinning gesprint. Dus het was gewoon rammen en kijken hoe ver ik kwam. Klinkt het dan vreemd als ik constateer dat de lekke band van Annemiek van Vleuten, dat misschien wel het cruciale moment in de wedstrijd was? Nee, dat klinkt niet vreemd. Dus, je weet het natuurlijk nooit, maar... Dat was wel heel cruciaal in de koers, ja. Dat je in de laatste ronde, als je dan nog iemand hebt om tempo te houden, dat had wel gunstig geweest. En dan hadden we misschien wel verschil gemaakt, maar het is niet zo. Ja, want eerder in de week had je het er al over, hè, dat misschien wel een heel prettige bijkomstigheid was. Dat je nu ploeggenoten had die mogelijk tot in de finale mee kon, zodat je het niet allemaal alleen hoefde te doen. Ja, zeker. Als je bij de favorieten hoort, dan... Dan wordt er natuurlijk door de andere landen ook naar je gekeken. En dan is het fijn als je een sterk team hebt. Ze hebben vanaf het begin me heel goed ondersteund. Ik heb eigenlijk geen trap hoeven te doen tot de laatste ronde. Dus dat was perfect. En dan is het natuurlijk te hopen dat je dan nog iemand hebt. Maar die lekke band die gooit er goed in het eten. Is het niet ongelooflijk dat een Italiaanse wereldkampioen wordt die eigenlijk gelost was, gewoon geklopt was? We hebben natuurlijk gisteren ook een sprint gezien, dus de laatste jaren is het vaak vergelijkbaar, dus op zich was die kans wel aanwezig. En ze was gelost, maar ze was niet heel ver gelost en ze kwam gewoon sterk terug en het is ook een sterke renster, dus wat dat betreft... is het niet zo raar dat ze terugkomt en de Italianen hebben haar gewoon heel mooi teruggebracht en in perfecte stelling gebracht.